Zo, goedenavond. Ben ik er of ben ik er niet? Nou, ik ben er. En ik zie de eerste mensen al. Gezellig. Krak. Goedenavond allemaal. Kijk, daar komt iedereen. Ik roer ondertussen even door mijn koffie. Dat vinden jullie vast niet erg. Ik heb ze maar een bakje bijgenomen. Ik hoop dat jullie ook wat lekkers te drinken erbij genomen hebben. Of misschien zitten sommigen van jullie wel helemaal klaar om mee te doen. Dat kan natuurlijk ook nog. En zo, even gauw een slokje nog. Nou, we gaan vanavond nog een keer, moet ik zeggen, aan de slag met deze mooie stempels van, of deze mooie stempel, moet ik zeggen, van Lesia. En ik zie weer allerlei dingetjes. Vorige week heb ik deze stempel ook gebruikt. Toen heb ik deze twee kaarten gemaakt. Tenminste, ik heb deze gemaakt en deze laten zien. Dat was het voorbeeld. En vandaag, toen zei ik al van ik had nog wat anders in mijn hoofd. Met een tak erbij en alles. En, maar ja, zoals altijd, geen tijd. Dus genoeg. Dus ik dacht van, nou weet je, dan doe ik vanavond nog een keer. Want ik vind het toch wel de moeite waard om dit nog te laten zien. En om jullie klein beetje te leren schilderen met de Daniel Smit verf. En ik weet zeker dat een aantal van jullie dat ook echt wel leuk zullen vinden. Ik heb er twee varianten van gemaakt. Voor degene die meedoen. Ik heb een makkelijkere variant gemaakt met stempellijnen. Zoals je ziet. Dat is deze. Waarbij ik strakjes als je gaat stempelen. Dit is eenvoudiger kleuren. Dat geef ik gelijk toe. Zal ik je ook direct zeggen. Stempel dan straks. Voor degene die misschien gelijk meedoen. Stempel dan met een watervaste inkt. Bijvoorbeeld Versafijn. Of Stazon. Of iets in elk geval dat watervast is. Deze die ik persoonlijk mooier vind. Maar wel moeilijker te kleuren is. Ik kan hem even iets dichterbij houden. Die heb ik gestempeld met deze Fade Out No Line Coloring Inkt van Ink On 3. En wat daar zo bijzonder aan is, is dat je dus stempelt en wanneer je dat gaat inschilderen, nagenoeg geen lijntjes meer ziet. En dat zorgt ervoor dat je dus een verschil krijgt. Ik doe het even zo. Of zo. Kijk dat ik het een beetje. Zie je, dan heb je rechtsbovenin heb je dus met de no-lijn. En links onderin heb je met de wel-lijn. Haha. En dat zorgt voor een wat ander effect. Als ik deze kaart. Ik zat hier te twijfelen bijvoorbeeld met al die lijntjes. Van zal ik dan langs mijn tak ook nog een lijn zetten? Dat was een soort wel eens niet eens verhaal. Ik heb gekozen om het niet te doen. Maar ik neig nog steeds naar om het wel te doen. Omdat het hele plaatje dan klopt. Wat hier dan ook lijntjes, maar een scribbellijntje met een fijnlijner pennetje. Dat is natuurlijk ook zo gepiept. Ik ga vanavond voor de moeilijke variant. Dus ik ga een keer dapper doen live. En ik ga die zonder lijntjes laten zien. Dus nou, help me hopen dat het ook goed gaat. Die is wel lekker scherper. Ja, dat klopt. Met zo'n rand erlangs, dan is het pats. En dit lijkt er weer meer op alsof je überhaupt geen stempel hebt gebruikt. Alsof je hem misschien wel zelf geschilderd hebt. Nou, dat heb ik dus niet. Alleen de tak is zelf gemaakt. De stempel is gewoon zelf, ontzettend zelf gekleurd. Dat mag duidelijk zijn. Nou, ik werk op D-Lines aquarelpapier. Een A6'je. Die heb ik een klein beetje bijgesneden tot 9,4 bij 13,6.
Zodat ik, als ik hem op een stukje cardstock plak. Oh, krijgt de hik ook nog. Dat gaat me niet menen, toch nu? Zodat als ik hem op zo'n dubbele kaart, want dat vind ik altijd mooi. Als ik hem daar opplak, dan kan ik nog een randje geven met Distress of met Inktens of met... maakt niet uit wat. Daarom heb ik hem iets kleiner gesneden. Of je kunt hem matten. Deze heb ik dus gemat. Deze heb ik een randje gegeven. Deze heb ik gemat. En dat kan allebei. Zo. Zo gaan we langzaam het speelveld leegmaken. Ik werk met drie kleuren Daniel Smit. Daarvan staat bij de duif, of stond. Ik weet niet of het er nog is. Nee, daar stond vorige week een setje van. En nu alleen de losse kleurtjes met de stempel. Maar ik weet niet of dan, even voor jullie spieken hoor. Of dan bij de vorige week, of het setje misschien op is. Zoek en gij zult niet vinden. Wel vinden. Tam 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 tam. Jongens, ik ben toch niet blind. Lou. Oh, nou, ik zie hem niet meer. Maar ik zal in elk geval voor vanavond de link met de pro... Nee, sorry, er bestaat geen stempel van de tak. Ik ga jullie laten zien hoe je dat redelijk eenvoudig gewoon lekker zelf kan schilderen. Want die tak is gewoon zelf geschilderd. En dat kunnen jullie na vanavond ook, weet ik zeker. Nou, in de chat heb ik de link gezet van de spulletjes, mocht je geïnteresseerd zijn in... Nummertjes, spulletjes, etc. Ik ga in elk geval de stempel, deze Cherry Blossom stempel gebruiken van Lazia. Dat is de FL201. En ik ga dus deze Fade Out Ink on 3 No Line Coloring gebruiken. Die inkt, die staat ook in de link klaar die ik jullie net gestuurd heb. Dus dat, nou, dat komt goed uit. Zullen we maar zeggen. Die ga ik nu even hier. De Daniel Smit kleurtjes die ik ga gebruiken zijn dezelfde kleurtjes als vorige week. Ik dacht ik hou het leuk voor degene die vorige week misschien het setje hebben gekocht of de kleurtjes. Gaan we er nu ook gewoon mee werken. En mocht je spijt hebben dat je het vorige week misschien niet hebt aangeschaft. Of dan kan dat altijd nog. Als de groene niet op voorraad is. Ik zie daar iets van staan. De Sap Green. Stuur even een berichtje naar Marjan. Je weet... Het komt bij Colorstock, dus het zal vast bestelbaar zijn, leverbaar. Wat in het vat zit, verzuurt niet, zou ik zeggen. Dat een mailtje naar info, apenstaartje, hobby, complete duif. En dan zullen ze daar echt wel jullie vragen beantwoorden en jullie zo goed mogelijk van dienst zijn. Nog even een slokje koffie. Anders heb ik straks ijskoffie, dat is ook jammer. Nou, dat was de stempel, ook aan de kant. De verfjes, daar was ik nou al drie keer over begonnen en ik heb het al drie keer niet afgemaakt, het verhaal. Dat is de Quinacridone Coral, rotwoord, coral, daar houden we het op vanavond. We hebben de sepia. En we hebben de sap green. Dat zijn de kleurtjes die ik voor vanavond heb uitgezocht. Dat zijn kleurtjes die zitten niet in de dotkaart setjes van Daniel Smit. Die heb ik momenteel ook even niet bij de hand. Ik ben hier een klein beetje bezig met een verbouwing van mijn hobbyhoekje. Want ik had geen plek meer. Punt. Dus, maar alles zit hier nog in tassen en in dozen. Omdat ik heb van die leuke rekjes neergezet hier. Ik moet het allemaal nog inrichten. Nou, penseeltjes heb ik voor vanavond uitgekozen. Da Vinci Casaneo, een nummer 2 en een nummer 4. Kleine penseeltjes, want het wordt ook een klein werkje. En niet een heel groot ding. Nou, ik begin eventjes. Ik begin met het stempelen van de stempel. Oh, stempelen van de stempel. Ja. Ik gebruik daar graag een stempelhulp voor. Dat doe ik eigenlijk altijd. Om de simpele reden dat ik met stempelblokjes... nou ja, ik wil gewoon niet dat dingen mislukken. En soms met stempelblokjes en ook met de fade-out inkt zou je nog wel eens een keertje wensen. Of was die maar wat dikker, duidelijker. Of... Oh, Sap Green zit wel bij de dots. Oké.
mijn excuses. Maar de coral en de sepia zeker niet. Dat weet ik 100% zeker. Wel de quinacridone rose, maar de coral niet. Even kijken hoe ik dit ga doen vandaag. Bijvoorbeeld voor mijn neus leggen dat ik wel een beetje hetzelfde aan het maken ben. Ben. Ja, zo ongeveer. Leg ik de stempel klaar. Dan leg ik hier op de hoek even mijn magneetjes goed op zijn plek. Zodat ik zo. Ja, dat gaat goed komen zo. Krak, natuurlijk. Dus ik leg hem eerst gewoon goed op zijn plek. Dan pak ik hem op met die zijkant van die stempelhulp. En dan doe ik hem iets omhoog. Ben ik iets beter in beeld. En dan stempel ik dus met die inkt. Nou, als je die aanbrengt, dan zie je er niks van. Het lijkt wel een beetje olieachtig als je dit gaat stempelen. En waarom gebruik je graag een stempelhulp voor hem en niet een stempelblokje? Sowieso, omdat het dan niet kan mislukken. Maar ook, ik vind hem nu nog wat licht. Jullie zien sowieso helemaal niks nu. Maar hij staat er wel degelijk. Maar zoals je ziet, zie ik hem nog niet zo goed. Dus stempel ik hem graag nog een keer. Breng ik nog een keer wat inkt aan. En ja, ik had gezegd, ik ga de moeilijke maken vanavond. Laten we gelijk de lat hoog leggen. Zo. Nou, dit kun je herhalen tot je denkt van ja, nu zie ik wat. Ik zie nu wel wat. Ik hoop jullie ook. Dat mijn beeld heeft een enorme vertraging zelfs. Dus ik hoop dat er nu wat te zien is. Maar ik ga zo met kleuren ook inzoomen. Dus dan even kijken hoor. Ik doe mijn camera naar beneden. Niet te hard dat jullie allemaal dronken worden. Kijk, daar komt hij al. Zie je? Hatseflats. Nou, die stempelhulp die kan weg. Niet meer nodig. Die mag op de grond. En dan hoop ik dat jullie zo een beetje kunnen zien. Het blijven dunne lijntjes. Dat wel. Maar ja, als je zelf aan het werk bent en je hebt een goede lamp, dan kan je het echt wel zien. Kijk maar, als ik hem dichterbij doe. Zien jullie dat? Het doet een beetje denken aan die, weet jullie nog, die toverblokken van heel, heel lang geleden. Waar je dan met zo'n papier over, of met zo'n potlood overheen kon krassen. Als je dat schuin hield, dan zag je ook die randjes. Nou, die zie je nu dus ook echt wel. Maar ja, dit is het beste wat ik ervan kan maken voor nu op de camera. Ik heb een potje water erbij. Mijn penseeltjes die heb ik erbij. En onmisbaar een stuk keukenrol. Die gaat daarheen. De muis heb ik niet nodig. Om het penseel steeds af te vegen. En aan de andere kant heb ik mijn palet. Waar ik dezelfde kleuren in heb zitten als vorige week. Een beetje aangevuld omdat ik natuurlijk nieuwe voorbeelden heb gemaakt ermee. Dus ik heb hier de Sap Green. Nou, je kan gelijk in mijn palet wel zien, want dat is opgedroogd. Hoe dat een beetje uitziet. De sepia en de coral. Die heb ik hier ook voor de zekerheid nog in de napjes liggen. Die zakker, kijk. Precies hetzelfde. Uit de tube in het napje gewoon op laten drogen. En kun je gebruiken. Maar ik dacht, nou, ik doe maar gewoon weer een rondje vers uit de tube vandaag. Voor de afwisseling. Het maakt in feite niet zo heel veel uit. Nou, mijn koffie is bijna op. Zijn er nog mensen die gelijk meedoen met vanavond? Vind ik wel grappig om te weten eigenlijk. Zo. Nou, we gaan lekker beginnen. En dit is natuurlijk vet onhandig, want nu hangt mijn camera zo laag bij mijn werk dat ik nu bij mijn potje water kan.
Even kijken hoe we dat nou weer aanpakken. Dan maar zo, denk ik. Een beetje klungelen hier nu. En het gaat wel goed komen. Mijn pipet zit ook nog ingepakt. Ik doe hieronder. Doe dit dan maar gewoon even met een waterspuitje. Doe ik wat met water in mijn palet. Dan kun je dus eigenlijk gelijk hier ook wat kleur in aanmaken. Zo, hopsakee. Maar dat kan ook strakjes. En dan heb ik al die losse dingetjes maar alvast opgelost. Zo. Ook. Ik zal nog wel een paar keer tegen die camera aan gaan slaan, vrees ik, op deze manier. Maar... ik heb hem nu zo dichtbij gezet. Kijk, mijn hand zo groot in beeld. Oh, dat is niet goed. Maar oké, daar gaan we. Ik begin met de bloem. Hoe ik de tak maak, dat laat ik straks zien. En die zet ik aan als eerste met een beetje van het bijna pure pigment. En geef ik even langs het hart. Zo. En hier langs de rand. Spoel ik mijn penseel uit. Veeg die een beetje af. Zorg dat ik echt alle kleuren eraf heb. Dat. En zo. Nu heb ik een vochtig penseel. Daarmee vloei ik die verf uit. En dat hoeft dus, het is aquarel, hè, en dat mag ook te zien zijn van mij. Het hoeft niet super strak als met de Copic. Of juist dat aquarel, dat waterverf effect. Dat is juist mooi. Manier 1. Donker beginnen en met een vochtig penseel uit laten vloeien. Manier 2. Licht beginnen. Met hier uit het hoekje. Wat water. En dan pak ik even niet het blaadje daar, maar dan neem ik deze. En dan begin ik met een heel licht kleurtje. Zo. Borrel. Ik weet niet of jullie dat konden horen, maar... en dan laat ik er donkerder pigment inlopen. Wel vanaf het hart. Zo heel veel. Zo. En je laat het water zijn werk doen. Hier heb je minder controle over wat er gaat gebeuren. Ik vind op deze manier fijn. Maar je kunt nu ook zeggen van nou, ik ga hem een beetje helpen. Toch een beetje sturen waar ik die verf naartoe wil hebben. Dan ga je erin met een nat penseel. Vochtig, niet kletsnat, geen druppels. Gewoon een vochtig penseel. En je stuurt hem wat. Vind je het nog niet donker genoeg bij het hartje? Nou, dan neem je nog wat pigment. En dat zet je er nog in. Of je wacht tot de tweede laag. Je laat het eerst drogen. Even bij mijn muis, want dan kan ik af en toe even kijken of jullie ook nog iets zeggen. Nou, Simone is met de krokussen bezig. Nou, nu zal ik straks ook nog even laten zien. Is misschien wel leuk mocht iemand het gemist hebben. Nou. Eens even kijken. Nou, hier kan ik nu wel naast werken. Ik zet hem dus met een licht kleurtje. Zet ik hem eerst aan. Zo. En dan ga ik met meer pigment, dat pak ik dan van hierboven, maak ik wel goed nat, want ik wil wel dat het vloeit. En dan zet ik dat erin. Hopsakee. Als ik dan toch bezig ben, maak ik hem hier nog weer wat donkerder. En zo kun je lekker aan de gang blijven, net zolang tot je tevreden bent over je resultaat.
En hier kun je dus echt heel lang aan poetsen. En dan heb je zo'n klein bloemetje. Waar je dan best lang mee bezig bent. Ik moet mijn werk af en toe draaien omdat ik anders tegen mijn camera aan zit. Maar ik wil het jullie natuurlijk ook zo goed mogelijk laten zien met deze inkt. Omdat de inkt wel super cool is. Je kan wel zeggen van kijk, zelf geschilderd. Want ja, eigenlijk heb je heel dun de lijntjes en de rest van het werk heb je zelf gedaan. Zelfs het goed kijken heb je zelf gedaan. En dan gaan we dit bloemblaadje maken. Ik begin weer met een wassing. Of met een hele dunne aanzet, een lichte kleur. Zo. En in het midden, bij het hart, zet ik er weer donkere verf in. Die laat ik vloeien. Ik laat hem eventjes zijn werk doen. Oh Anneke, ik was net begonnen zoals je ziet, want ik moet altijd lang praten. Hè? Wil ik weer van alles vertellen, laten zien. En zo. Nou, het laatste blaadje alweer. Weer heel licht. Zet ik hem aan. En weer donkere pigmenten pakken. En die lopen erin. Oh, dit is wel een flinke kwak, zullen we maar zeggen. Laat ik hem dan hier. Ik heb wel heel veel pigment nu in me. Heel veel nattigheid in elk geval. Oh, dan buiten beeld. Nou zie je dus dat ik in de andere blaadjes alvast de volgende laag aanbreng. Ik spoel mijn penseel weer uit. Zorg dat hij een beetje vochtig is. En met dat vochtige penseel poets ik eigenlijk dat water uit. Tot naar waar ik het wil hebben. Ik moet hem nu draaien. Dan doen we hier weer hetzelfde. Poetsen de poets, zodat je van die vage randen erin krijgt en niet van die harde waterranden. Als ik dit niet zou doen, even napoetsen met het natte penseel, dan zouden die randjes heel hard opdrogen. En ik kan er wel even eentje laten zien voor het verschil, hoe dat dan wordt. Zei het niet. Dat ik eigenlijk geen papier bij de hand heb. Oh nou, wacht. Ik zie. Nee, dat is het niet. Of mijn arm lang genoeg is. Ik heb hier nog een stukje. Oh, sorry. Ik zei toch, ik ga er tegenaan knallen. Zo. Stel je voor dat ik hier een bloemblaadje heb. En ik zo. Een nieuwe plank onder mijn werk, maar die glijdt niet. Even aan wennen. Zo, bloemblaadje. En ik wil hier dan meer pigment in. Nou, dit gaat zo mooi lopen. Maar als ik de tweede laag er dan inzet, als dit droog is, dan krijg ik eigenlijk dit. En dat vloeit niet mooi over. Ik laat het zo meteen nog even zien hoe het opgedroogd is. Dan kunnen jullie zien wat ik bedoel en het verschil zien. Maar terug naar mijn kaart. Dit is inderdaad penseel nummer 4. En strakjes dan ga ik nog een stukje verder met een wat een kleiner penseel. Je ziet, en dat was wat ik probeerde te vertellen net, dat ik hier nu best harde randjes krijg. Ik vind dat niet mooi. Dus wat doe ik?
Het is een soort vliegend aquarelleren nu dit. Ik pak mijn natte penseel. En ik poets dat. Nou, dit werkt natuurlijk echt slecht zo, hè. Maar ik wilde het goed, eventjes goed in beeld laten zien. En dan poets ik dat wat uit. En dan verdwijnen die, die harde randen. Waardoor je een heel mooi zacht effect krijgt in die bloem. Maar ik zit het nu ook een klein beetje te verpesten, omdat zo in de lucht aquarelleren best een beetje raar is. Zo, dus ik zet hem hier nog even lekker aan. Hop, hop. En ik poets hem even weg. Zo, ik had iets te veel kleur meegenomen. Dat kan even drogen. Dan gaan we de blaadjes eraan zetten. Ik dip mijn penseel echt iedere keer aan die keukenrol af. Ja, dat is bij mij misschien ook een beetje dwangmatig. Maar ik spoel hem constant uit. Een beetje afvegen en poetsen. Een beetje afvegen, poetsen. En ik doe dat dan ook niet aan een velletje keukenrol. Maar gewoon aan een rol keukenrol. Hij ziet er dus nu al zo uit. En die rol die ligt hier gewoon altijd en die droogt op als ik er geen zin meer in heb. En de volgende keer gebruik ik hem gewoon opnieuw. Dat ik scheur geen velletjes af die ik weer weggooi. Op een gegeven moment ziet mijn rol er niet meer uit en dan kan die de vuilnisbak in. Maar ik heb gewoon die hele rol op tafel liggen. Groen. Groen, groen. Zo. Nou, laten we de groene maar weer op dezelfde manier. Ik maak eerst even een kleurtje hierin aan. Ik hoop niet dat ik hem te donker heb gemaakt. Even testen. Nee, dat is prima. Zo. Ik zie nog steeds mensen binnenkomen. Hartstikke gezellig. Zijn er mensen komen? Je ziet ook op het moment trouwens dat je met die fade-out inkt aan het kleuren bent. Dan komt toch heel licht dat lijntje er doorheen. Kan je nog corrigeren nadat hij helemaal droog is? Leni, dat ligt aan het papier wat je gebruikt. Maar je kunt zeker, en dat ga ik straks laten zien, als die droog is, kun je nog wel het een en ander met hiermee. Dat ga ik zo nog laten zien. En dat noem ik liften. Zo. Ik breng er nu nog iets water in aan. Dat ik het toch iets donker vind. Ik nu de donkerdere pigment erin zetten. Zo. Spoel mijn penseel weer uit. Veeg hem weer af aan de keukenrol. Goed kijken waar mijn blaadje loopt. Dat is ook wel handig. En randjes poetsen. Het volgende blaadje hier. Dat zal ik weer eens doen door donker te beginnen. Want er is geen goed of fout. Het ligt er gewoon aan wat je zelf een beetje prettig vindt. Oh, er gebeurt weer magie op mijn scherm. Welke groen kan je ook nog gebruiken als Sap Green niet in voorraad is? Ik zal zo als we mijn kleurenboek er even bij pakken, Willy. Willy Annie, ik weet niet. Zo. Nou, bij deze begin ik dan nu donker. En die gaan we uitpoetsen. Uiteraard langs de randen. Het geeft ook een heel leuk effect. En dat is ook een beetje persoonlijk hoor, wat je zelf fijn vindt. En ik doe de ene keer dit en de andere keer dat. En dan kijk ik hoe het uitpakt.
En als het niet uitpakt zoals ik het wil, dan doe ik het gewoon weg. Dan is het jammer. En als het goed uitpakt. Maar aquarel is best wel vergevingsgezind. Je kunt er best wel wat foutjes mee maken. En het later corrigeren, zoals de vraag net was. Dat kan ik straks in de tak heel goed laten zien. Hoe dat werkt. Is er nog een pakket? Ik weet het niet. Ik werk niet Willy bij de duif. Ik doe dit voor de duif. Maar ik werk daar niet. Dus ik heb geen inzicht op voorraden, et cetera. Maar ik weet wel dat het 100% zeker dat de kleuren gewoon bestelbaar zijn. Om jouw vraag te beantwoorden zal ik heel even kijken in mijn kleurenboek. Want ik weet dat vorige week ook iemand had gevraagd wat is het verschil met de Deep Sap Green en de Sap Green. Nou, daar komt hij dan. Want toen had ik beloofd dat ik mijn boek zou laten zien. Ik heb in zo'n goedkope bullet journal heb ik alle kleuren die ik in huis heb van distressoxide, van pampastel. Die heb ik allemaal in het boek gezet. En als ik dan een keer ooit naar een beurs ging, hè, want dat kan allemaal niet meer, maar dan nam ik dat boek mee, omdat ik niet alle kleuren kon onthouden. En als ik dan wat leuk zag, of ik zag weer wat, en dacht ik, oh, ik ga even kijken of ik die heb. Maar hier is dus de sap green, en dit is de deep sap green. Dus je ziet wel dat die niet vergelijkbaar is. Ga ik hem wat verder plat leggen. Even dan maar die kaart weg. Wat dan een goed vergelijk nog, of wat ik dan nog zou kunnen zeggen. Ik zou dan hier bijvoorbeeld de Green Appetite Genuine. Dat zou een mooie, dat is ook zeker een mooie natuurlijke groene kleur. Of de Serpentine Genuine, die is wat olijviger. Of de Olive Green, hier kun je ze ook nog een beetje zo. Ja, zo. Zo kun je ze allemaal even in beeld zien. Je hebt de Green Gold ook nog, maar dat is weer een lichtere groen. Wel echt een hele mooie, maar een stuk lichter. Maar kijk eventjes, misschien is de Green Appetite Genuine er. Die is ook echt mooi. Serpentine Genuine aan de rechterkant. Ook prachtig, maar wel even anders. Maar de Green Appetite die lijkt er nog wel wat op. Als je echt zegt, van ik moet het nu, dan zou dat nog wel een alternatief kunnen zijn. Ik ga wel snel verder met de kaart. Ik werk nog steeds met penseel nummer 4. Straks ga ik wel penseel nummer 2 gebruiken, maar nu nog niet. En het is alweer 8:30. Het is ook, dit inkleuren op deze manier duurt gewoon wat langer. Omdat je moet toch wat beter kijken. Het is allemaal wat meer sturen terwijl er lijntjes staan. Dat is mij al opgevallen. Gaat het allemaal wel wat sneller. Maar dit is wel. Als je dit gewoon lekker op je gemakje zit te doen. Echt wel zen. Ik word er heel rustig van. En dat kan soms geen kwaad. Want ik kan soms ook wel eens druk zijn. Zacht uitgedrukt. Ze dan thuis gaan vragen. Hé, Eos, moet je niet wat maken? Dan denk ik, oh. Ik maak te veel herrie. Maar ja, tegenwoordig valt het allemaal wel mee. Want ik zit eigenlijk nooit niks te maken. Ik vond hem dus net iets te licht. En dan zet ik er gewoon nog een laagje overheen. Dat kan in het nat, maar dat kan ook zeker in het droog. Hoppakee. Nou, even goed kijken af en toe waar de blaadjes zitten en wat bloemetjes zijn. Dus voor de mensen die dit echt wel moeilijk te zien vinden. Ja, dan zou ik zeggen, doe het gewoon lekker met een zwarte stempel inkt. Het resultaat is er echt niet mooier om, niet lelijker om, sorry. En doe wat je wat bij je past. Dat vooral. Het geldt met alles natuurlijk in het leven, maar ook met schilderen. Doe wat bij je past. Dat is bij mij ook. Ik hou ontzettend van aquarelleren.
Maar ik heb nooit daar les in gehad. Ik heb nooit een cursus gevolgd. Ik heb gewoon die verf gepakt. Ik heb een penseel gepakt. Ik heb bedacht, dit wil ik maken. En ik ga uitzoeken hoe het werkt. Dus ik heb het mezelf aangeleerd. En misschien mensen die daar heel professioneel in zijn. Die krijgen diepe, diepe rimpels van wat ik laat zien. Maar ik laat zien wat voor mij werkt. En ik denk dan van ja, als het voor mij werkt, dan werkt het voor andere mensen ook. Met of zo. Oh, dat is wel heel donker. Met of zonder opleiding, als het resultaat ernaar is, dan is het toch goed. En nu zit ik gewoon te handsen en te knoeien. En nu heb ik hier heel dikke pigment zitten. Maar ook dat komt goed. Let maar op. Zo. En gewoon heel rustig. Kijk je een beetje wat de kleur doet, wat er gebeurt met je penseel. Zo. Ik geloof dat ik alle groene blaadjes nu heb. Even me vergelijken met mijn voorbeeld, want ik zie het soms ook niet helemaal met weinig lijntjes. En ik vind wel dat ik hier nu, ik mis die nerf een beetje en de diepte. Dus daar breng ik nog wat aan. En hier ook. En dat is mooi, je kunt er gewoon nog een keer een laagje overheen zetten. En zometeen. Dit is geen inkt, Gerry. Dit is aquarelverf. En aquarelverf van het merk Daniel Smit. En ja, de mensen die mij vaker live zien, die weten wel dat als ik ergens eigenlijk mee schilder, dan is het wel met Daniel Smit. Zeker schilderwerk. Ik heb geen ander merk. Tenzij het misschien een keer een ander merk echt wel een specifieke kleur uitbrengt. Maar ja, ik vind dit gewoon fantastische verf. Doet. Is licht echt. Dat houdt in als ik mijn werkje in de zon laat liggen, dan verkleurt het niet. Of in de zon hang. Of het is een echte kwaliteitsverf. Oh jee, ben ik er nog? Oh ja, ik bleef hangen op de laptop, maar. Nou, Gerry, leuk dat je er bent. En hopelijk weer tot volgende week vrijdag dan. Ik ben er elke vrijdag. Dus leuk dat je zo voor de eerste keer hier bent. Op naar de volgende keer. Hartstikke gezellig. Nou, hier. Ga ik echt een kleiner penseel pakken. Zo. En dan komt nummer 2 tevoorschijn. Die maken we eerst nat. Kijk, en dan heb je een heel mooi, fijn penseeltje die wel nog water vasthoudt. Dat is ook wel belangrijk. En dan geef ik even hier die aanzet van die bloemetjes alvast wat kleur. Het zat hier. Hier zit nog een heel klein groen blaadje. En dan heb ik het wel gehad. Nou, dan gaan we. Oh, ik vergeet nog het de Indemini. Die vergeet ik iedere keer, omdat ik nu eventjes moet lachen. Want er zit hier nog een heel klein. Ik heb nog een beeld, ja. Heel klein groen blaadje. Zo. Toch mijn kleine penseel niet zonder reden gepakt. Leuke hiervan met die fade-out inkt is natuurlijk ook wel dat als jij er nog iets bij wil schilderen. Ja, voor wie dat kan, of voor wie denkt ik heb eens lef, dan kan dat gewoon. En het valt niet op
dat je het er zelf bij gemaakt hebt. Zo. Beetje poetsen. Nou, straks gaan we de details maar aanbrengen. Maar voor nu maak ik nog even met het roze die kleine bloemknopjes erin. Even kijken, deze. En deze hier. En hier. En hier zit nog wat. Hier moet ik even heel goed kijken waar die nou, hoe het nou loopt. Ja, daar zit die. En hier. Zo. Ik spoel mijn penseel weer uit. Dan poets ik dat roze wat verder uit. Mooi, mooi, mooi. Zodat we het aquarel effect er wel in houden. Ja, dit is heel klein. Dat zal de camera bijna niet oppikken, maar voor jullie thuis. Dus ik doe het dan ook maar een beetje snel. En dan zitten die bloemknopjes. Dus even kijken, kan ik nog? Ja, ik weet niet wat er nu gaat gebeuren. Jullie krijgen zelfs hele grote vingers in beeld, vrees ik. Maar moet wel een vaste hand hebben. Ja, of een klein penseeltje. Dan en geen waterpot in de weg. Ik heb ook echt niet zo'n hele vaste hand. Dat valt allemaal wel mee. Wel een hele grote nu. Ik zit in mijn eigen licht ook nog. Maar goed. Zo, daar gaat hij. Beetje eraf. Dan begin ik met het aangeven van de schaduwkleuren. Een beetje doorwerken nu. Onder de camera door het water in. Ja. Oh, klabobber. Ik wist het. Ik wist dat het ging gebeuren. Overheen dan. Zo. En dan hebben we deze hier nog. Dan geef ik eerst wat donker pigment. Bedoep. En dat poets ik dan weer uit. Ja, naar het topje. En dan gaan we, ja, is toch grappig dat hij zover nog ook wel gewoon oké beeld geeft. Dan zoomen we maar weer uit, want dit is heel erg, uit is de andere kant op Eels, hups. Nou, daar zijn we weer, dan kunnen jullie toch het overzichtje nog even helemaal zien. Dan ga ik met de, oh Eels. Gaan we die pot water weer hier naar voren, dan zit ik er ook niet iedere keer meer tegenaan. Dan ga ik met een zeepje. En dat mag gewoon donker zijn. Even die dunne lijntjes aanzetten. Die naar de blaadjes gaan. Zoiets. Even kijken hoor, hier. Deze die lopen hier langs. En dat doe ik door echt wel een beetje gewoon over mijn papier te aaien. En probeer het lijntje niet te strak te maken. De hele strakke, clean lijntjes, dat hoeft allemaal niet. Je kunt hem in de blaadjes een beetje de nerf in laten lopen nog.
Wil je hier en daar nog een licht-donker effect maken? Kun je er zelfs nog je penseel een beetje in deppen. En ja, je zou ook een lijntje gaan zetten die straks met die tak niet meer zichtbaar is, maar dat hindert niet. Wat belangrijk is, ik heb nu een penseel nummer 2, omdat ik geen kleinere heb. Maar ik zou je nog kunnen aanraden, als je echt van die fijne lijntjes ook houdt, om daar een penseeltje 1 voor te nemen. Maar ik heb die niet van dit merk. Dus dan is het zaak om heel licht niet te duwen, want hoe harder je duwt, hoe dikker je lijn wordt. Om heel licht over je werk heen te gaan. Met weinig druk op je penseel. Nou, en zie je, dan komt hij steeds meer, komt hij. Ilse, kun jij zien, laten zien wat napjes zijn? Ja, dat ga ik zo, dat kan ik zo pakken. Dat doe ik. Even mijn lijntjes afmaken. Zo, iets. Stoot ik bijna die pot water om. Het hart van het bloemetje, in dit geval, maak ik ook met sepia even donker. Strakjes ga ik daar met een Molotov in, een Molotov acrylmarker. Maar ik denk dat ik die even moet pakken. En dan zie ik weer dat ik hier die kleine dingetjes weer vergeten ben. En langzaam maar zeker wordt het dan nog wat. Zullen we maar zeggen. Ja, die was ik weer vergeten. En die. En deze. Hier zit er ook nog één. Daar moet dan ook nog een klein blij streepje naartoe. Zo. Nou, daar is die. En dan nu gaan we die tak maken. Want dat is ook waar jullie denk ik wel nieuwsgierig naar zijn. Maar Akina, als je een fijn penseeltje hebt, dan kun je echt wel zulke fijne lijntjes toch zetten. Kijk, ja, als je met deze, met een nummer 8 zo'n klein lijntje wil zetten, dan lukt dat niet. Maar als je toch een penseeltje hebt met een heel dun, met heel weinig haar, dan is het onmogelijk om een dikke lijn te krijgen. Dus het is wel ook wel een kwestie van het goede materiaal hebben. Penseel 0, penseel 1. Ik heb nu een 2. Oké, daar moet je iets beheerster mee zijn. Maar dat lukt echt. Even een slokje. Nou, dan werd er nog gevraagd, eerst kun je laten zien wat napjes zijn. Nou, dat kan ik. Napjes die, dat zijn deze. Plastieke dingen, even gauw hoor. Plastieke dingen, die heb ik in een Lego doos. Ik noem het altijd Lego blokjes, omdat het een beetje zo'n geluid maakt. En dat zijn lege, die koop je als lege vormpjes. Ik heb daar nu alleen nog maar hele grote van. Ik zou de halve napjes nemen, maar die koop je zo leeg. En uit je tubetje, of tube, ik heb bijvoorbeeld de Sap Green, daar heb ik een grote van. Knijp je dat in je napje en dat kan daar gewoon in opdrogen. En die opgedroogde verf, die kun je met een beetje water, kun je die nat maken. En als je dat nat maakt, dan kan je daar gewoon weer mee schilderen. En dat kun je op die manier tientallen jaren goed houden. Het is een kwaliteitsverf, Daniel Smit. Dus die napjes, die worden niet slecht. Ja, tenzij je er blubber bij gooit of zeepsop of
ja, noem al het oneerbare, maar wat je je verf kunt aandoen, dan gaat het natuurlijk niet goed. Maar dat begrijpen jullie heus wel. De tak. Let's go. Die heb ik beloofd en die gaan we doen. Pak penseel nummer 4 weer. Je zou ook nog nummer 6 kunnen pakken. En wat ik eigenlijk doe. Ik neem mijn sepia. Die maak ik een dun mengsel van hier. Nou, dat is precies nog te zien zo. Een licht mengsel. En ik begin met het zetten. Nou, dan mag wel iets hier. Ietsje meer pigment hebben. Zo. Tom, 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 tom. Tom, 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 tom. En ik begin even met het zetten van een lijn. Die gaat van hier naar hier. Ik wil hier een beetje een knoest. Dus daar maak ik een ding omhoog. Ik vind het dan leuk als hier de tak omhoog loopt. Zo. En dat doe ik wild. Gewoon rad gaan. Niet moeilijk doen. Lijntje trekken. Foesh. En gaan. Hieronder. Ik dat ook doen. Het mag wel best wel een beetje een dikke tak zijn. Ik heb nu meer kleur, zie je dat? Meer water. Het lijkt meer kleur, maar zo. Die gaat zo. Dan wil ik hieronder nog dat een tak zo loopt. En die mag zich ook nog splitsen in tweeën. Dit geef ik eerst wat kleur. Nou, hier zit nog die stippeltjes. Die ga ik een beetje omheen. Dit trekt nog op niks, zullen we maar zeggen. De vorm is er al wel. Maar het is natuurlijk nog niet mooi. Maar jullie zien wel, hier heb je geen stempel voor nodig. Toch? Dit kunnen jullie ook. Zo, dan kun je hem nog iets subtieler aan de uiteindes maken, maar dat komt straks al. Geen stempel voor nodig. Hij is nog niet mooi. Maar de stempel hebben we niet nodig. Aan de andere kant en hier binnenin precies hetzelfde doen. Alleen dan laat ik hem iets omhoog lopen. Dus hier, dit moet ik nog eventjes wat bruin geven. Dat maar duidelijk is dat daar dus ook... Ups, nou zit de bruin in de groen. Ik schiet uit. Zo, hier binnenin ook. Beetje rondom die druiventros. Is het niet, maar je moet het toch een naam geven, dan weten jullie in elk geval wat ik bedoel. En dan gaan we aan deze kant verder. Ik doe alsof mijn tak hier loopt en dan gaat hij zo, buigt hij wat af naar onder. En hier komt hij daar vandaan. Dit geef ik ook alvast een beetje kleur. Dan kan er geen twijfel meer bestaan waar mijn tak loopt. Zo. Nou, dan kijk ik van een afstandje even hoe die is gelopen. Oh, dat is niet best. Nou, om dan op jullie vraag terecht te komen, kan je het nog corrigeren? Tuurlijk. Water, hier ook, die stippen. Water, 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 water. Beetje deppen, deppen, deppen. En it's gone. Dan kan je je penseel met bruine verf op je blad laten vallen. En je kunt het gewoon weghalen. Hoe fijn is dat? Ja, dit is dus een combinatie van je stempelkleuren en schilderen en alles tegelijk. Ik wil hem natuurlijk nog wel iets mooier. Dus ik wil hem hier nog wel wat afbuigen. Ik breng gelijk ook wat meer kleur aan.
Ik zit er heel krampachtig voor. Maar dat zij zo. Zo. Deze vlekken, ik raak er zelf steeds door afgeleid, maar die komen straks helemaal goed. Dan ga ik met de donkere sepia, het bijna pure spul, ga ik de lijn aan de onderkant zetten. Zowel hier onder in die tak. Dat doe ik nog steeds met penseel nummer 4. Hier onderin geef ik hem donker. En ik maak hem hier ook donker. Zo. Ik ga hetzelfde doen. Ik ga die lijn uitpoetsen. Nou moet ik wel even draaien, omdat dat gewoon anders zit ik tegen de camera aan te butsen. Ik poets hem uit. Ik maak hem naar boven toe. Maak ik hem lichter. Zo. En dat doe ik bij de bovenkant. Bij deze ook. En je ziet, als ik hem nu zo hou, dat er al heel wat diepte in komt. Maar er kan best nog wel meer diepte in. Dus ik spoel mijn penseel weer een beetje uit. Ik pak weer wat nieuwe pigment. En ik ga nog wat donkerheid aanbrengen. Het is tenslotte een boom ook, hè? Dus er mogen ook oneffenheden in zitten. Hij hoeft niet helemaal clean te zijn, zullen we maar zeggen. En hier deze tak mag dus ook weer donker hebben aan de onderkant. En hier die knoest. Hier dus ook een donker gedeelte. Deze poets ik nog uit en dan zo. Nu heb ik dus weer alleen water in mijn penseel. Waar je voor zorgt, is dat die bovenkant licht blijft. En wat bedoel ik met bovenkant? Het is een beetje lastig praten als je je werk half schuin ondersteboven hebt. Zo, kijk. Weer wat uitgepoetst en hij wordt steeds mooier. Maar deze bovenrand hier, daar valt het licht op. En stel je voor dat het zonlicht daar van boven komt. Dan valt hier het licht op. Dus hier is het lichtst. Hier kun je misschien net weer iets donkerder maken. En de onderkant is het donkerst. En dat is belangrijk. Dat je dat hanteert bij die tak. Onderkant donker, bovenkant licht. Dan ga ik nu mijn kleinere penseel pakken. En dan gaan we dat nog even herhalen. Het is ondertussen natuurlijk alweer 9 uur. En wat heb ik gedaan? Bloemetje en een takje. En het takje is niet af en het bloemetje is ook niet af. Maar ik heb jullie wel weer veel laten zien, denk ik, waarmee je aan de slag kan. Zo, hier ook. Maken het gewoon nog weer wat donkerder. En het mag echt, echt donker zijn.
Na droging wordt het toch altijd weer wat lichter voor zolang je maar die bovenrand dus licht laat. En ik poets dat weer uit. Draaien de draai. En netjes uitvagen. Hier ook. Het is zo leuk, hè, die bloesemtakken. Ze beginnen nu overal weer te komen. Echt, echt voorjaar. Mijn perzikkenboom op de tuin die stond ook zo mooi te bloeien. Dus ik hoop lekker op veel perziken dit jaar. Jam, jam, jam. Nou, en zo zie je dat gewoon door verschillende laagjes verf aan te brengen en de randen steeds een beetje uit te vagen, dan krijg je dus ja, eigenlijk dit leuke effect. En strakjes, ik ga één donker gebied aanbrengen. Als dat nou straks droog is, wil ik jullie nog één techniekje laten zien. Dan ga ik echt even donker maken en dat doe ik hier. Niet schrikken. Zeels, wat doe je nu? Ja, ik weet het. Ik maak het hier gewoon. Ik maak er gewoon een hele donkere vlek in. Ik poets wel de randen alvast uit. En zo. Ja, magnolia is ook zo leuk. Daar ben ik ook mee bezig. Zo. Nou, deze donkere vlek, daar ga ik straks nog wat mee doen. Die moet nu alleen even drogen. Dus wil ik nog heel even van de gelegenheid gebruik maken om, terwijl dit eventjes droogt, jullie nog te vertellen dat ik op dit moment een online workshop heb lopen met met de Lightwash potloden, waarbij deze krokuskaart gemaakt wordt. Ik heb met de stempels daarvan een vijftal kaarten uitgewerkt met de kleurpotloden. Mocht je het leuk vinden om de workshop nog te volgen, dan kan dat. De producten die waren eventjes uitverkocht bij de Duif, maar die zijn ondertussen ook weer leverbaar. Het is wel zo, als ze nu op zijn voor de workshop, dan komt het ook niet meer opnieuw binnen. Op is het nu. En je kunt daarvoor, als je aan deze workshop wilt deelnemen, kun je naar mij een privéberichtje sturen. En via de Duif kun je eventueel de stempels bestellen. En nou ja, die dus nu nog één keer besteld zijn in een beperkte hoeveelheid. En als dat op is, ja, dan is het klaar. Want dan blijft het natuurlijk niet eeuwig doorgaan. Die workshop is vooraf opgenomen. Dus op het moment dat je zegt van ik wil die volgen, stuur mij een berichtje. Dan regelen we samen de rest. Dit is nog niet droog, dus ik ga hier even verder ondertussen. Ik ga lekker van de hak op de tak, zullen we zeggen. En nou ja, inderdaad, er zijn al een hoop van jullie, ik zag een hoop bekende namen die de workshop al volgen. Maar nou ja, mocht je nog interesse hebben, de spulletjes zijn ook allemaal weer leverbaar. Stuur me een berichtje, kosten zijn €7,50 voor wie dat nog graag nieuwsgierig naar was. En dan heb je toegang tot, ik geloof wel, 6, 7, 8 uur video. Waarin ik 5 verschillende kaarten maak met die stempels. Je techniekjes aanleer met kleurpotloden. En van alles en nog wat. Dus daar hoef je je voorlopig in elk geval niet te vervelen. Zo. En ik ben ondertussen even vrolijk verder gegaan met kleuren hier. Want die tak heeft natuurlijk nog een uiteinde. En ik ben hier wat brutaler geweest. Ik heb gewoon in één keer hier best wel veel verf ingezet.
Zo. Oeps, nou, daar ging ik in de groen. Dat krijg je als je en leest en schildert tegelijk. Dan krijg je ruzie met je blaadje. Nou, echt bedankt voor de complimentjes. Ik zie zoveel mensen, ze schrijven niet duur en moeite waard. Nou, daarvoor doe ik het stiekem natuurlijk wel. Ik zou het heel erg vinden als iemand zei van, oh, dat viel vies tegen. Ik vond er geen zak aan en ik vond het te duur. Het was geen waar voor mijn geld. Daar doe ik het natuurlijk niet voor. Het was stiekem wel een klein beetje uit de hand gelopen hoor. Want ik dacht, ik maak 3 kaarten. En nu was ik aan het stempelen. En toen dacht ik, oh, maar dan kan ik ook nog dit. En dan kan ik ook nog dat. En toen werden het er alweer 5. En toen heb ik ze ook nog eens een keer alle 5 helemaal uitgewerkt. Maar ja, ach, ik heb er ook lol aan. Dat is ook belangrijk. Niet op mijn nieuwe plank. Nou, wat ik jullie nog wilde laten zien. Dat is hoe je verf kunt liften. En oeps, bloedneus is niet goed. Ik heb hier net die donkere vlek gemaakt. Ik pak nu mijn dunne penseeltje. Klotsen de klots. En die heb ik nat gemaakt. En met mijn natte penseel ga ik hier door die donkere vlek. Je moet wel steeds over hetzelfde plekje heen. Dat daar wel. Ga ik dus lijntjes maken door verf weg te halen. Ik zit hier heel rot voor en ik zie niet wat er gebeurt door de spiegeling van mijn lamp. Maar ach, het zal wel goed komen. Toch. Ah ja, daar komt hij al. Let op, ik zoom in. Kunnen jullie ook een beetje zien wat ik nu uitgespookt heb. Ik heb dus met een nat penseel, door er een paar keer overheen te gaan. Deze verf is droog nu hoor. Dat kan in de droge verf ook. Kan ik dus nu met een vochtig penseel toch pigment weghalen. Dat gaat natuurlijk wel het beste. Ik krijg het niet spierwit, maar ik krijg wel hier bruin. En ik kan hier wel op die manier dus houtnerf in maken. Dan heb ik heel licht mijn pigment. Kijk, en ook hier kan ik met een vochtig penseel, kan ik dit gebied weer oplichten. Ik krijg het niet spierwit, maar ik kan het, oh, ik zit, nee, dat zit nog precies in beeld. Ik krijg het dus spierwit, krijg ik het niet, maar ik kan daar zeker wel lichtere plekken in aanbrengen, zie je dat? En dat wilde ik nog wel graag laten zien, want dat is bij zo'n boomstam echt wel heel gaaf om, om dat uit te voeren. Veeg, 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 veeg. En je krijgt er steeds lichtere, zo, lichtere vlekken in. Je neemt je natte penseel en die veeg je af en toe. Veeg je die af. Aan je keukenrolletje. En dan krijg je daar dus weer extra structuur mee. Die je dus, ja, zeker in zo'n boomstronk, super goed kunt gebruiken. Daar moet je gewoon van profiteren. Nou, op deze manier maak ik dus de boomstam verder af. Ik ga jullie nog laten zien dat het dus ook lukt in opgedroogde verf. Die al een tijdje droog is. Want als ik hier bijvoorbeeld in dit blad een lichter nerfje wil maken. En dat is echt niet meer. Dat is echt niet meer. Kijk, dat lukt ook. Dat lukt wel makkelijker op het moment dat er meer pigment is. Omdat het dan duidelijker zichtbaar is. Dan ga ik nog even laten zien. Even het voorbeeld erboven leggen. Of ernaast. Of er even kijken hoe we dit gaan doen. Zo. Dit is heel dapper wat ik nu doe. Maar ik ga het doen. Want dan kunnen jullie een beetje zien hoe het moet worden. En wat ik nog gedaan heb. Voordat ik er een eindje aan brei. Zodat jullie dat lekker thuis van het weekend. Heerlijk zen. Wherever kunnen gaan uitvoeren. Ik heb nog wat details in de bladeren bijvoorbeeld aangebracht.
Daarvoor heb ik een klein penseeltje gepakt. En heb ik voorzichtig die nerfjes erin gezet. En dat heb ik niet met dit penseeltje gedaan. Neem een 0 of een 1, zou ik je zeggen, voor het fijne werk. Deze is voor mijn smaak net dik. Kan het wel, maar het kan handiger. Zo. Nou, zie je, zo krijg je dus al in het blaadje wat extra's. Hier ook. En dat heb ik eigenlijk in het bloemetje ook gedaan. Daarvoor heb ik dan de donkerdere pigment gepakt. Daar ben ik ook heel voorzichtig met een dun penseeltje. En met een echt wel dunner penseeltje als deze. Nerfjes mee gaan aanbrengen. En eventueel nog net wat meer pigment. Nou. Waarom pak ik nou niet het penseel waarmee ik dit gedaan heb? Is niet leuk, die zijn in Nederland niet te koop. En ik heb geen ander detailpenseeltje hier bij de hand. Ik heb dat met een silver brush gedaan. En nou, daar heb ik niet zoveel aan, want die kunnen jullie ook niet kopen. Dus kan ik heel leuk laten zien dat je met een silver brush nummer, trouwens ook een nummer 2, maar die heeft een heel klein puntje. Nou, ik zal het even laten zien. Why not? Kijk, en daar kun je dus heel klein van die nerfjes mee zetten. Daar hebben we nu helemaal niks aan. Maar wie weet komen ze nog eens naar Nederland. Maar een kleine penseeltje is gewoon handiger. Dat is de moraal van dit verhaal. Dan vind ik bijvoorbeeld hier weer te dik geworden. Die nerf. Vind ik niet mooi. En aquarel, heb ik al eerder gezegd, is vergevingsgezind. Met een nat penseel ga ik erin. Mochten jullie nog vragen hebben, is nu wel het moment om ze nog te stellen. Of mocht ik nog iets niet beantwoord hebben. Of nou, van mijn part wil je nog iets over die workshop weten. Wil ik er ook nog best antwoord op geven. Zo. Dan zie je, aquarel is vergevingsgezind. Die dikke lijn, die heb ik al foetsie gemaakt. Dan even gauw hier in mijn spinner duiken. Heb ik deze nog. Molotov One for All. Daar heb ik de stipjes mee gezet. In het hartje. Even kijken. Hier. Dat ze niet hele dikke stippen geeft. Ja. Dan ben ik heel zachtjes. Bijna niet op duwen, alleen maar laten landen. Ben ik in het hartje stipjes mee gaan zetten. Dat heb ik hier in die trosjes ook gedaan. Want die trosjes, dat is ondoenlijk, die kleine stipjes, om dat te doen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb een beetje van die sepia gepakt. Die heb ik aangebracht als wash. Zal ik het maar noemen. Hier ook. Zo. En zo. En hierin dus ook. In die boom. En dit hier ook. Nou, ik weet ongeveer waar het zit. Hier zit er nog zo een. Dan heb ik gewoon een beetje wild
zo'n driehoek geschilderd. Heb ik zelf. Ja, ik heb ze. Nou, dat moet ik dan nu wel even droog blazen met de heat tool. Even nog in die tas. Zo. Lijkt mijn papier krom. Krijg je ze niet vasttaped. Nou, en dan ben ik dus met die Molotov marker. Die een beetje vegen. Daarin. Heb ik een beeld? Ja. Stipjes gaan aanbrengen. Stippen, de stippen, de stippen, de stip. Niet te hard duwen. Gewoon een beetje stippen. Kijk hoor. Zo. Ja, dat doe je pas als laatste. Als je dus tevreden bent over je boomstam, over alles. Maar ja, ik krijg dit niet af in de tijd dat ik die ik heb voor een lijf, maar ik wil jullie toch even alles laten zien, dan maar in gedeeltes. Wat ik nu doe is met een nat penseel, nog niet eens met kleur, er weer een beetje overheen, waardoor ik dus weer wat van die sepia oppak en het dus weer wat minder heftig maak in het hartje. En waardoor ik mee dus zit te knoeien in het plaatje. En dan is het weer weg. Kijk, en dan krijg je dus dat leuke stippel effect. Gewoon met zo'n simpele marker. Simpele, maar zeer fijne marker, moet ik ook zeggen. Ik zie wat mensen zeggen die van, ik doe heel graag mee met je workshop. Van de Lightfast. Met de krokussen. Dat is dan deze workshop. Stuur me even een privéberichtje. Stuur me even een vriendschapsverzoek en een privéberichtje. En dan komt dat goed. Nou, ik hoop dat ik jullie vanavond met deze fantastische stempel en deze prachtige verf nog een keer heb kunnen inspireren. Om, jongens, ik blijf dan tegen die camera aanbutsen. Om er wat moois van te maken. Ik hoop dat de stempel nog voorradig is ondertussen. Ik zag wel een hoop enthousiaste mensen. Dat, want ik weet niet hoe vaak dingen van Lesia allemaal bijbesteld blijven worden. Dus, als je een mooie stempel vindt, maak er gebruik van. Voor degene die misschien het begin gemist hebben, heb ik gestempeld met, waar is die? De No Line Coloring Inkt. Ik zal hem ietsje omhoog zetten. Kunnen jullie gelijk mijn rotzooi zien. En dan past er weer wat meer in beeld. Zo, deze inkt heb ik dus gebruikt. Deze kaart hebben we gemaakt ermee. Dit zijn de verfjes. Kijk, ik ga alles weer terugbouwen. Een soort omgekeerd bouweffect. Papier, eigenlijk gewoon. Ja, ik zou bijna zeggen simpel, maar dat is een beetje oneerbiedig. Maar dat hoeft allemaal niet het duurste van het duurste papier te zijn. Dit D-lines papier is ook prima geschikt om op te schilderen. Je hebt gezien, het vloeit goed uit. Je kunt er ook je kleur mee opliften weer na de hand. Dus het is echt wel een echt aquarelpapier. En daar heb ik de Molotov marker nog gebruikt voor de finishing touch. En zo Casaneo penseeltje. Omdat die gewoon prijstechnisch wel leuk zijn. Kijk, ben je meer gevorderde schilder, dan zou ik altijd zeggen neem 100% echt haar. Maar weet je, er zijn mensen die dat soms ook uit principe niet willen. Of deze die zijn in elk geval prima om mee te werken. En niet te duur. En kwalitatief gewoon goed. Ik hoop dat jullie dit een leuke live gevonden hebben. Ik wil jullie graag. Ik zou het leuk vinden om jullie volgende week weer terug te zien. Ben ik er vrijdag weer?
weet nog niet wat ik ga doen. Oh, nog één ding. Wat trouwens ook nog heel leuk is, en dat vergeet ik helemaal. Ik had ze zo mooi klaargelegd. Dat zijn de tekststempels van Studio Light. Want ik had expres niet gestempeld op de mijne. Maar je hebt van Studio Light, hebben nu 4 setjes. Met tekststempels. En de mijne... Oh, dit is een lege. Waaronder bijvoorbeeld heel groot hier die hoera. Nou, moet je je voorstellen. Even... Ik maak het even open. Ik ga even op de valreep. Rats. Rats. Doe ik het even zo. Kijk die hoera. Ja, die kan perfect zo op die kaart. Hoe leuk is dat? Ik heb het niet gedaan. En waarom? Omdat... Nou, dat heb ik toch vies gemaakt. Maar ik... Ik vind altijd op zo'n kaartje waar wel veel werk in zit, op het moment dat ik hem ga versturen, dan wil ik een passende tekst. En deze hoera is natuurlijk super leuk. Dan moet je even een klein beetje fantasie gebruiken. Maar ja, stel je voor dat ik hem wil gebruiken voor iets wat minder hoera is, dan staat er hoera op. Dan moet ik weer een nieuwe maken. Dus ik wacht vaak met stempelen van mijn kaarten, tot ik weet voor welk doeleinde ik hem ga gebruiken. Want misschien, deze kaarten zijn natuurlijk ook prima te gebruiken voor iets minder vrolijke dingen als beterschap of ergens dan maar dat zijn dus 4 hele leuke setjes met Nederlandse teksten. Oh, ik zit er rotzooi hier. En Engelse teksten. En ook die staan bij de live van vanavond klaar in de... Hier heb ik ze nou even allemaal op een rijtje. Ga ik even kijken of ik dat stil voor de camera kan houden. Stamp SL 520, 521, 522 en 523. Nou, wie heeft er een volle bingo kaart nu? Flauwe grapjes. Maar dit zijn echt wel hele leuke teksten. Zowel in het Nederlands als in het Engels. Ik lees ook wel eens mensen die zeggen, ja, een Studio Light heeft altijd Engelse teksten. Maar nu dus ook teksten in het Nederlands erbij. Die wilde ik toch nog eventjes onder de aandacht brengen. Omdat die dus heel mooi daarboven passen. Dat, nou, dan ga ik nu echt... Hoe lang blijf je die inkt zien? Die inkt die kun je gerust de volgende dag ook hoor. Die blijf je zien tot je eroverheen schildert. En dan is het ineens weg. Dat, maar ja, het laat een waasje achter. Maar dat zie je dus niet meer als je gaat schilderen. Die inkt die verdwijnt dan verder. En nu ga ik er dan echt een mooi hè, omdraaien. Een eind aan breien. Ik zie voor jullie volgende week allemaal hopelijk weer op vrijdagavond 8 uur hier bij de Duif. Wat ik ga doen, dat weet ik nog niet. Dus dat kan ik ook nog niet vertellen. Misschien tot ziens bij mijn workshop. Heel veel van jullie weet ik in elk geval van wel. En een hele fijne avond. Heel fijn weekend. En laat al jullie mooie geschilderde takken zien. Want dat vind ik hartstikke leuk om te zien. Dag allemaal!